We gaan op zoek naar een Britse band. De zanger van de groep was van het idee. Want hij hield echt van het Britse koningshuis. Daar vond hij ook inspiratie voor de groepsnaam. De videoclip van het nummer Body Language veroorzaakte door zijn homoerotische beelden behoorlijk wat. Het was de eerste clip die MTV niet wou uitzenden. Bij de fans van ABBA brandt maar één vraag op de lippen. Won't you be my number two? Want deze groep is in de top 2000 de geduchte concurrent. Want we weten allemaal... The winner takes it all. Dus, wordt het dit jaar ABBA of deze groep opnieuw?